nee, went hagelen. Het went hagelen. Save the children. Ah. What the fuck? Kapper geweest, de kapper heeft mijn haar geknipt, wat logisch is. Als hij het vet vindt, dan zeker een duimpje omhoog. Als hij het fucking lelijk vindt, dan ga ik gewoon een pet aan doen voor de rest van mijn leven. Fuck dit haar. Het is fucking lang geleden dat ik hier nog eens heb gestaan, want nadat ik ruzie kreeg met die mensen daar, durfde ik eigenlijk gewoon nooit meer in mijn tuin te komen staan, want doe ik het toch, want ik denk van... YOLO! Het is omdat ik heb gevonden dat deze camera zieke kwaliteit heeft als ik buiten sta. Op de een of andere manier werkt die camera graag met de zon of zo. Fucking no. Softboxen zijn ook niet altijd de shit. Dus vandaag gaan we moeilijke vragen deel 2 doen. Op de vorige video hebben wij likes gehaald. En als ik zeg likes, 17 fucking duizend. I'm out. En het is hier echt fucking koud. Ik weet echt niet waarom ik buiten sta. Dat was echt het domste idee ooit. Mijn handen gaan doodgaan. Maar oké, dames en heren, we gaan eraan beginnen. Doe zeker dat even omhoog. Ik ben AceIt en ik zou zeggen, let's go. Ik heb hier niet eens internet. Wat probeer ik zelf? Oké, de eerste vraag. Zou je liever hebben dat iedereen al je Facebook chats kan lezen? Dus zeg maar iedereen, gewoon alles wat je ooit geroddeld hebt, kan iedereen lezen. Of dat iedereen kan lezen wat jij denkt op het moment. Dus als je met iemand aan het praten bent, dat ze zien wat je aan het denken bent. Dat is echt een fucked up vraag. Maar ik denk dat toch dat ik zou gaan dat mensen gewoon kunnen gedachten lezen of zo. Wat ik aan het doen ben of denken ben op dat moment. Want in Facebook chats, ja, iedereen roddelt wel een keer. En iedereen zegt wel een keer slechte dingen over elkaar. En sommige dingen worden beter niet geweten. Dus ja, jullie mogen mijn gedachten lezen. En ja, op dit moment denk ik eigenlijk gewoon, het is fucking koud. What the fuck doe ik buiten? En ik praat gewoon tegen een camera. Hallo, volgende vraag. Dit haar is echt een drolletje. Wat heeft die kapper gedaan met mijn haar? Oh my god, ik zie eruit als een fucking drol. Zou je liever één kutkind willen laten? Dus echt zo'n kind als mij, die filmpjes maakt en die zijn geld opdoet aan de domste dingen. Of 6 hele vriendelijke kinderen? Dan zou ik toch voor dat ene kutkind gaan. Want 6 kinderen zijn veel te fucking duur. Gewoon één kind en ik tem hem en ik sla hem met een zweep. En ik zorg dat hij nooit naar YouTube rent. Want anders eindig je zoals mij. En dan krijg je domme ideeën om een kerstboom in je tuin te zetten en zo. Er staat daar een meneer. Kijk, ik ga het tonen naar jullie. Er is zo'n auto. Hij werkt daar. En hij kijkt serieus al heel de tijd. Fucking stiekem. Door die gleuf. Ik voel me fucking raar. Oké, volgende vraag. Zou je liever een fucking vette auto willen en een minder cool huis? Of een fucking vet huis en echt een kut auto? Gewoon easy over een fucking vet huis gaan. Op de een of andere manier fix ik wel dat dat huis kan rijden of zo. Fuck de auto. Anti-opwarming van de aarde. Hey, AceIt! Waar zijn al die meeuwengeluiden? Een paar dagen geleden was er fucking veel storm en ik denk dat ze allemaal zijn weggewaaid of zo. Ik hoor ze al even niet meer. En ik zie ze eigenlijk ook gewoon... niet meer. Liever altijd hele luide scheten laten of altijd hele luide boeren. Shit. Ja, dan... Ah, dat is moeilijk. Ah. Ja, ik zou dan toch gaan gewoon voor de luide boeren. Dat kan zo nog eens grappig zijn, zo... Bah. Als je scheet laat, kijkt iedereen zo van... Dude. Nee, ja, luide boeren, dat is gewoon funny. Ik vind mensen die zo het alfabet kunnen boeren ook altijd fucking droog. Dus ik neem de luide boeren. Hey. Jij. Ik weet niet of jullie het nog weten, maar enkele weken geleden had ik een foto op Twitter gezet van mijn buren. Aan die kant, dus de kutburen. Die mensen hebben een foto getrokken van deze boom. Dus deze boom staat in onze tuin. En deze boom komt een heel klein beetje over het hek. Die mensen hebben daar serieus een foto van genomen, omdat ze het niet kunnen vinden. Onze boom in hun tuin hangt. Fuck jullie, maar jullie fucking. En omdat ik in de krant heb gestaan, weten ze nu waarschijnlijk ook wel dat ik YouTube doe. En gaan ze waarschijnlijk ook wel die video zien, die burenruzie noemen. Ja, dan is mijn leven echt naar de kloten. In mijn tuin heb ik een bank staan. Dat is de casting couch. Holy shit. Begint te hagelen. Nee. Begint te hagelen. Het begint te hagelen. Save the children. What the fuck? Save the children! Oh, dit is nooit... Waarom heb ik dat altijd? Dit kan echt alleen maar bij mij gebeuren. Holy shit. Oké, we gaan terug naar binnen. Want ik heb geen zin om een video op te nemen terwijl het hagelt. Fuck my life! Check dit! De straat is gewoon wit van de hagel. Je zou denken dat het sneeuw is. Nee, het is fucking hagel. Oh. Zijn ze van die typische dingen die alleen bij mij kunnen gebeuren, dat er ineens fucking grote hagelstenen uit de lucht vallen? Ik, ja... Maar oké, we gaan de video afsluiten op een leuke manier. Oké, ik wou naar buiten gaan en een beetje gaan dansen of zo buiten.
En ja, ik ga dat ook gewoon doen. Het was fucking typisch. Ik kwam buiten en het hagelde gewoon niet meer. Ik stond daar gewoon op een natte fucking straat. Er was geen hol aan. Maar oké, ik heb nog niet genoeg ongeluk gehad vandaag. Ik had een leuk idee. Ik kan het niet doen. Stom fucking weer! Natuurlijk, als ik naar buiten ga, stopt het me hagelen. Dat is echt typisch. Vond jij nu een leuke video? Dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Aceit en ik zal zeggen tot de volgende keer. Adieu! Ah, what the fuck? Ah, wat we gaan doen. We gaan doen. Even is gedaan.